Welkom weer bij de tweede vakantievlog van Tsjechië. Het is nu dinsdag 23 augustus en het is 10:15. En wij hebben gewoon uitgeslapen en we hebben net ontbeten. Ja, voor de mensen die het afvragen, wij eten niet echt heel veel speciaals in de ochtend. Wij eten gewoon een broodje met jam of pasta en of kaas of vlees of zo. Maar verder ook niet echt veel speciaals. Maar ja, in ieder geval, dat eten we dus qua brood. En dan hebben we altijd drinken, mogen we zelf uitkiezen. De een drinkt water, de ander drinkt jus d'orange. En dat soort dingen, of appelsap, dat mag je zelf uitkiezen. Dus ja, het lijkt me niet zo interessant om iedere ochtend te filmen. Ik heb me alweer aangekleed. Het is vandaag een actieve dag. We gaan vandaag veel doen, dus ik heb deze outfit aan. Ik heb gewoon een staart, omdat we dus vandaag een actieve dag gaan doen. Daarna heb ik dit shirt aan van de Pull & Bear. Mijn broekje komt van de Cool Cat. En mijn schoenen zijn van Nike, want deze lopen het allerfijnste. Nou, we gaan dus vandaag echt een actieve dag doen. Ja, we gaan onder andere naar het Adventure Park volgens mij. En daar gaan we onder andere rodelen. En we gaan met zo'n karretje, weet je wel, helemaal omhoog. En daar heb ik super veel zin in. Want rodelen hebben we vorig jaar ook gedaan. Ik neem dus mijn GoPro weer mee. Dus dan ga ik op de GoPro, op de rodel ding ga ik filmen. Ja, en ik heb mijn GoPro dus volop opgeladen. En ik mag van Noah de selfie stick lenen. Dus dan worden de beelden nog vetter. En ja, ik ga natuurlijk ook nog wat sfeerbeelden maken met mijn camera. Dus ja, ik heb er zin in. En ik hoop jullie ook. Dit is alweer volgens mij deel 2 van de vakantievlogs. Ik zal even kijken, want dadelijk zeg ik het helemaal verkeerd. En dan ja. Doe alvast het blauwe duimpje omhoog als jullie zin hebben in deze vlog en in de volgende vlogs. En ja, dan gaan we nu naar het Adventure Park. Lost to the war, shot me dead. I was lost and I said to the voices in my head, I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. I gotta get up. Gotta get up again.
Nou, hier ging mijn broertje Morris een soort van een vrije val maken. Het was echt super vet en daarom heb ik het ook gefilmd. Het is nu 10:50 en ik weet het, ik heb heel lang niet meer gevlogd. Ik zit alweer in mijn pyjama. Maar ja, we hebben niks meer gedaan. We zijn na het, hoe noemde je dat eigenlijk? Upseilen of met de kabelbaan in ieder geval, hebben we naar beneden gegaan. En dat is dus het laatste wat ik gefilmd heb. Daarna zijn we even lekker wat gaan eten bij een restaurant. En dan zijn we even naar de winkel gegaan. We hebben nog wat lekker dingetjes gehaald. Brood en zo. En toen hebben we gewoon 's avonds thuis allemaal broodjes gegeten. Want we hadden allemaal niet zo erg veel honger. Want we hadden vooral goed geluncht. En ik heb hier alleen maar zitten chillen. Ik heb gewoon echt niks anders gedaan als mijn kwasten gewassen. En op mijn bed gezeten. En ik heb Pretty Little Liars seizoen 7 gekeken. Want die staat op Netflix. Volgens mij niet in Nederland, maar wel in Tsjechië. Ik vond het heel raar. Maar ja, in ieder geval dat heb ik dus de hele tijd gekeken. Ik heb YouTube-video's gekeken. Ik ben nu met een to-do list bezig voor morgen. Maar ja, ik ga dus nu bijna slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Hoi allemaal, het is alweer de volgende dag. En het is vandaag woensdag 24 augustus. En het is 1:05. Ik weet nou niet of ik goedemorgen had gezegd, maar goedemiddag. In ieder geval hallo. En het is super lekker weer buiten. Nou, jullie kunnen het nou niet zien, maar het zonnetje schijnt op zijn best. Het is ook echt super warm. Ik heb het ook heel erg warm. Vandaar dat ik altijd, als ik heel warm heb, voel ik me altijd heel erg slapjes en misselijk en zo. En buikpijn. Dus ja, ik ben niet zo van dat het zo... Ik vind het wel lekker als het warm weer is, maar dan moet je wel een goed zwembad hebben om in te zwemmen. En dat hebben wij hier helaas niet. Ik ben net wel even in de rivier gegaan en daar heb ik even mijn pols onder water gehouden. Want ze zeiden dat als je je pols onder water houdt, dat je dan wat afkoelt. Maar toen zagen we een waterslang. Dus een slang die in het water leeft en dat is echt heel vies. Dus ja, ik ben eruit gegaan. En ja, ik voel me echt... Dus ja, ik weet nog niet wat ik nu ga doen, maar ja... Jullie zien het wel. Het is vandaag een chill dag. Dus ik ga echt niks doen vandaag. Dus ja, dit wordt niet een hele uitgebreide vlogdag, denk ik. Maar ja, we zullen zien. Ja.